Vandaag zijn we NDO-inspectie aan het doen. Op de brug in Dublin, Samuel Beckett Bridge. En nu staan we met diverse partijen alle staalkabels te controleren met speciale magnetische apparaten. En wij hebben de kabels die over de wegdekken heen lopen. Dat zijn er 6. Die zijn een stuk dikker, waardoor andere tools ook nodig zijn om dat goed te kunnen bekijken. De veiligheid van ons gegarandeerd is, we hebben weer de brug afgesloten. Merens is specialist op het gebied van staalkabel, hijs- en heftechniek en werk op hoogte. Ook voor bruggen en sluizen vervangen wij de kabels en zorgen we er ook voor dat ze regelmatig geïnspecteerd worden. Dat doen we dan door een NDO en dan maken we gebruik van magnetic rope testing. En daarmee creëer je dus een magnetisch veld rond de kabel. En als je dan sprake is van inwendige corrosie of van kabelbreuken, ja, dan beïnvloedt dat het magnetisch veld. Is de kabel aan vervanging toe of kun je middels een NDO-test aantonen dat de kabel dus nog niet vervangen hoeft te worden? Overdag zitten ze in het midden van de brug. De middenkabels zijn er 26. De kabels zitten daar allemaal boven elkaar. So today we're inspecting the cables using a cable crawler that we developed. A bridge operator, you want to make sure your bridge is structurally sound. The crawler acts as a sort of drive device, it pulls the magnet. The crawler is essentially two caterpillar tracks, it's two halves. And you clamp them together. We put in 4 guide rods that make it rigid. For the magnet you need a stable motion to get a good reading. And the magnet will detect broken or deformed strands of cable. Een job well done, dat het werk is gelopen als je het hebt gepland. Dat wat je vooraf met de klanten besproken, dat je dat dus ook in de praktijk hebt uit kunnen voeren.